Goedemorgen, broeders en zusters. In de tijd dat de Heer Jezus was opgestaan en nog voordat hij naar de hemel ging, zei hij tegen zijn discipelen: jullie zijn mijn getuigen. Vanaf Jeruzalem tot in Judea en Samaria tot aan het eind van de wereld. Dat was tegelijkertijd een belofte en een opdracht. En we zijn nu 2000 jaar verder. En als we nu met elkaar kijken van wat is daar nu van terechtgekomen, dan, en hoe gaat dat nu op dit moment, dan kunnen we ons afvragen van ja, gebeurt dat nog wel? En wat zien we daarvan? Wat zien we daarvan in de wereld om ons heen? We zien dan heel veel mensen om ons heen, de grote meerderheid, die niets wil weten en ook totaal geen interesse heeft in de boodschap van God en van het woord. En van het woord van God, wat hij gesproken heeft. Er lijkt een enorme verharding en onverschilligheid ten aanzien van dit soort dingen. En ook als we dichter bij huis zijn, kun je soms ook afvragen van hoe zit dat precies? Wat zien wij daarvan? Ook misschien in onze kring van familie, vrienden en misschien zelfs onze eigen kinderen. Zien we dan dat zij God leren kennen? En dan kan het soms zijn dat ook in die situatie het lijkt alsof we op rotsen ploegen als het ware. Alsof ook mensen dicht bij ons ja, eigenlijk ons niet begrijpen en ook niet willen begrijpen en afstand houden. En ook onze kinderen, jonge mensen bijvoorbeeld, die dat je zegt, hoe kun je hen bereiken? Het lijkt alsof zij ook totaal ongevoelig zijn voor deze boodschap. En dan vraag je wel eens af, hoe zal er nog vrucht komen? Net als dat frambozenplantje, hoe zal daar aan dat ene plantje ook nog vrucht komen? Nou, dat is, in dat opzicht kunnen wij ons voelen alsof wij in een vreemd land zijn, alsof wij vreemdelingen op deze wereld zijn. Alsof wij hier eigenlijk, ja, eigenlijk niet thuis horen. Je zou kunnen zeggen, we zijn met een oud woord in ballingschap. We zijn vreemden in de wereld waarin we leven. Nou, dat was ook de situatie op een gegeven moment van het volk van Israël. Die weliswaar ook door eigen schuld op een gegeven moment uit hun land weggevoerd waren en in ballingschap waren terechtgekomen. En het was niet zo dat ze dat niet hebben kunnen weten, want dat was al lang daarvoor gezegd. En ook daar waren zij voor gewaarschuwd door de profeten. En een van die profeten bijvoorbeeld is Jesaja. Die heeft daar al lang van tevoren van gesproken. Maar Jesaja heeft ook beloofd dat God toch weer iets nieuws gaat doen. Dat God zal gaan ingrijpen. En ongeveer zo'n 150 tot 200 jaar voordat het allemaal weg ging gebeuren, gaat Jesaja ook deze dingen schrijven. Om juist op dat moment ook de mensen te bewegen om zich terug te keren tot God. Nou, daar gaan we een gedeelte van lezen. En ik zal u laten zien hoe dat ook voor ons van belang is. En hoe het ook alles te maken heeft met de tijd tussen de opstanding van Christus en Pinksteren. En ook wat het voor ons vandaag voor van belang is. We gaan lezen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 43. Daar beginnen we bij vers 8. Jesaja 43, vers 8. En dan gaan we inderdaad doorlezen tot en met Jesaja 44, het vijfde vers. Misschien een wat langer stukje, maar het is wel mooi om te zien hoe die profetie van Jesaja zich, wat hij hier zegt, hoe zich dat ontwikkelt en hoe dat van belang is voor het volk Israël en daarmee ook voor ons. Hij zegt dan eigenlijk in dit gedeelte, wat een gedeelte is waarin hij eigenlijk zich, ja als het ware al richt tot die ballingen in ballingschap. Hij zegt, laat het volk dat blind is, ook al heeft het ogen, en de doven, al hebben zij oren, uittrekken. Laten alle heidevolken samenkomen en de volken zich verzamelen.
wie onder hen kan dit verkondigen? Of laten zij ons de dingen van vroeger doen horen? Laten zij hun getuigen naar voren brengen, omdat zij in het gelijk gesteld worden. En men zal horen en zeggen, het is waarheid. Het is de waarheid. U bent mijn getuigen, spreekt de Heere, en mijn dienaar die ik verkoren heb. Opdat u het weet en in mij gelooft, en begrijpt dat ik dezelfde ben, voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere. Buiten mij is er geen heiland. Ik heb verkondigd en ik heb verlost en ik heb het doen horen. En er was geen vreemde God onder u. U bent mijn getuigen, spreekt de Heere, dat ik God ben. Ook voor de dag er was, ben ik. En er is niemand die uit mijn hand kan redden. Ik zal werken en wie zal het keren? Zo zegt de Heere, uw verlosser, de heilige van Israël. Terwille van u heb ik iemand naar Babel gezonden. En ik heb hen allen vluchten doen afdalen, namelijk de Chaldeeën, in de schepen waarover zij voorheen juichten. Ik ben de Heere, uw heilige, de schepper van Israël, uw koning. Zo zegt de Heere, die een weg maakt in de zee en een pad in machtige wateren, die strijdwagens en paarden deed uittrekken, leger en macht. Zij liggen tezamen neer, ze zullen niet meer opstaan. Uitgedoofd zijn zij, uitgeblust als een vlaspit. Dat wijst natuurlijk op de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee. En dan gaat Jesaja verder. Denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn. Rivieren in de wildernis. De dieren van het veld zullen mij eren. Jakhalzen en struisvogels, want ik zal water geven in de woestijn. In de wildernis rivieren, om mijn volk, mijn uitverkorenen, te drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd en zij zullen mijn lof vertellen. Met deze woorden spreekt Jesaja over de terugkeer uit de ballingschap. Maar hij gaat verder. Hij zegt dan, u hebt mij echter niet aangeroepen, Jacob, maar u hebt zich tegen mij vermoeid, Israël. U hebt mij niet uw brandoffers gebracht van klein vee en met uw slachtoffers hebt u mij niet geëerd. Ik heb u mij niet laten dienen met het graanoffer en ik heb u niet vermoeid met wierook. U hebt voor mij met geld geen kalmoes gekocht en met het vet van uw slachtoffers hebt u mij niet verzadigd. Integendeel, u bent mij tot last geweest met uw zonden. U hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelgt, omwille van mijzelf. En aan uw zonden denk ik niet. Breng mij in herinnering. Laten wij samen een rechtszaak voeren. Vertelt u maar, omdat u in het gelijk gesteld wordt. Uw eerste vader heeft gezondigd en uw uitleggers van de wet zijn tegen mij in opstand gekomen. Daarom zal ik de leiders van het heiligdom ontheiligen, Jacob prijsgeven aan de ban en Israël aan beschimpingen. Maar nu, luister Jacob, mijn dienaar, Israël die ik verkoren heb, zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de moederschoot af die u helpt. Wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, Jeshurun die ik verkoren heb, want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen, ik ben van de Heere. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. En weer een ander zal met zijn hand schrijven van de Heere. En de erenaam Israël aannemen. Tot zover het woord van God. Ja, in de context die ik al even schetste, willen we vooral vanmorgen nadenken over deze laatste drie versen die ik gelezen heb. Vers 3 tot en met 5. Waar ik zal ze nogmaals lezen. Want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen, ik ben van de Heere. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob.
En weer een ander zal met zijn hand schrijven van de Heere en de erenaam Israël aannemen. Ja, dat is een belofte die Jesaja hier geeft, die al bedoeld is en bestemd is voor het volk wat in ballingschap woont. Hij had al gezegd dat God gaat iets totaal nieuws doen. Het zal iets anders zijn dan de uittocht uit Egypte. Het zal in dat opzicht heel anders zijn. Daarom zegt Jesaja op een gegeven moment in het stuk wat we gelezen hebben ook, van daar moet je even niet meer aan denken, want God gaat nu iets heel anders doen, iets nieuws doen. Er zit ergens wel een parallel in, want God grijpt weer in. Hij gaat en belooft dat hij het volk uit de ballingschap zal terugbrengen. Maar hoe zal dat nu gebeuren? Daar is uiteindelijk niets anders voor nodig dan het ingrijpen van God zelf. Door ook zijn Heilige Geest. Want hoe zullen zij dat geloven? Hoe zullen zij dat, die boodschap aanvaarden? En dat is wat de Geest van God zal gaan bewerken. En dat wordt hier in deze tekst ook in beeldrijke taal wordt dat verteld door Jesaja. En het gaat, in feite in deze tekst kun je opsplitsen in drie onderdelen. Het is een belofte die gegeven is voor een situatie die eigenlijk onmogelijk is. Het is in de tweede plaats de belofte van de Heilige Geest. En in de derde plaats laat deze tekst ons ook zien wat een geweldig rijke zegen die belofte, wanneer die vervuld is, zal gaan geven. Het is een belofte gegeven voor een onmogelijke situatie. Want denk er even over na. Het volk zit in ballingschap in Babel, ver bij het beloofde land vandaan. En hoe zal het ooit nog weer, ja, op een geordende manier terugkomen en zal het land, zullen zij weer terugkomen in het land? Hoe zal het volk weer tot herstel komen? Dat is eigenlijk een situatie die onmogelijk is. Je menselijkerwijs gesproken kun je je dat niet voorstellen. En Jesaja die geeft dat hier ook met een beeld aan van het dorstige en het droge. Nou, dat was natuurlijk heel bekend in die tijd en in die wereld van het Midden-Oosten, die toen ook al gekenmerkt werd door de aanwezigheid van veel woestijnachtige plaatsen en droogte. Er waren plaatsen natuurlijk waar het zo droog was dat er nooit iets kon groeien. En hoe zal daar dan weer iets gaan groeien? Hoe zal daar weer iets groens ontstaan, ontspringen in de woestijn? En dat is de belofte die God geeft, dat dat toch zal gebeuren in zo'n uitzichtloze situatie. En wat was de oorzaak? De oorzaak was natuurlijk ook dat het volk ook geestelijk gezien op een droogje stond. In de verzen die we aan het eind van hoofdstuk 43 gelezen hebben, kun je ook zien dat God het ook benoemt. Er is eigenlijk wel godsdienst, er worden bepaalde rituelen wel gedaan. Men had ook wel offers gebracht, ook in de tijd van Jesaja deed men toch. Maar het was ook een dode godsdienst. Men beleefde niet echt waar het werkelijk om ging. Men deed dat eigenlijk als een soort van verzekeringspremie. Laten we dat maar doen, hè, dan zal God wel ons wel zegenen en ondertussen kunnen we onze eigen gang gaan. Dat was een beetje de godsdienst, de leefwereld, ook van het volk in die tijd. En dat was de oorzaak. Daarom was er in feite een formele godsdienst die zo droog was, dat er eigenlijk geen werkelijk geestelijk leven kon groeien. En juist in zo'n onmogelijke situatie wil God toch iets nieuws geven. En er zijn heel veel voorbeelden, ook in de geschiedenis later geweest, van situaties die eigenlijk hetzelfde waren. Als je denkt ook aan de situatie bijvoorbeeld in de middeleeuwen voor de tijd van de reformatie. Waarin natuurlijk mensen, ja, eigenlijk op een hele oppervlakkige manier met het geloof bezig waren. En ja, dingen deden, dingen gingen doen om als het ware als een verzekeringspremie hun eeuwig heil veilig te stellen door het kopen van aflaten. En voor de rest hadden ze dan het idee, dan kunnen we verder doen wat we zelf willen. Dat is eigenlijk bijna een beetje hetzelfde. En dan grijpt God in. God heeft de reformatie gegeven. En zo later ook weer, als dan na een paar eeuwen, dan zie je dat je kunt zeggen, die effecten van de reformatie lijken wel verdwenen te zijn. Maar dan geeft God weer opnieuw in allerlei plaatsen en landen een geestelijke opwekking, een vernieuwde reformatie en ook tijden van opwekking.
van geestelijke vernieuwing. Dat gebeurt dan. Dan maakt God weer iets nieuws. En dan kun je inderdaad afvragen, als je dan ook naar onze tijd kijkt, wat is onze situatie? Ik heb er al iets over gezegd, dat is natuurlijk, soms kun je dan hetzelfde denken. En voor zover er überhaupt nog in deze tijd godsdienst is, wat stelt dat voor? Wat betekent dat? Hoe beleven de mensen dat? En hoe beleven wij dat? Je kunt het ook heel direct op onszelf, op mijzelf betrekken en op u. Hoe beleven wij ons geloof? Is dat ook een formaliteit geworden voor ons? Dat we zeggen, ja logisch, we gaan op zondagmorgen naar de dienst, we gaan naar de bidstond, we gaan naar een bijbelstudie. Maar is ons hart daar werkelijk bij betrokken? Dat we zeggen, ja dit hebben wij nodig. Dit willen wij doen omdat onze God dat waard is. Omdat wij hem nodig hebben. Of is dat op een gegeven moment, eigenlijk wordt dat, ook al lijkt het uiterlijk heel mooi, maar is het in feite ook dor en dorstig? En kun je afvragen van waar zijn dan de vruchten die werkelijk geestelijk leven zouden moeten geven? Hoe zit dat met u en met mij? Hoe zit dat met ons, met onze kinderen? Waar zien we dan het geestelijk leven ontstaan? En dan kan de moed ons in de schoenen zinken. Maar dat is juist, geeft God dan een boodschap, de belofte van de geest. Want Jesaja die zegt het, ik zal water gieten op het dorstige. En stromen op het droge. Niet eens zo'n klein beetje. Stromen waar het droog is als een woestijn. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Nou, wie zal verandering geven? God zelf. Die zal dat doen. God zal ingrijpen. Hij zal een nieuw begin maken, ook al lijkt dat voor ons totaal onmogelijk, want hij zal zijn geest geven. En dat is een beeld, het wordt hier in beeldrijke taal natuurlijk ook verteld, hè, als stromen en water. Dan ineens zie je weer dat dat water, dat stroomt, dat gaat leven brengen. En dat beeld van water en van stromen, dat wordt in de Bijbel natuurlijk vaker gebruikt, ook als het gaat om de Heilige Geest en om het werk van de Heilige Geest. Jesaja had het al een keer eerder gezegd in hoofdstuk 32. Maar ook Ezechiël, de profeet Ezechiël, spreekt over de kracht van het water wat reiniging gaat geven en dat God zijn geest gaat geven. En de profeet Joël heeft natuurlijk ook die bekende belofte ook over de komst van de Heilige Geest. En Jezus die zelf die noemt dat ook in Johannes 3, als hij met Nicodemus spreekt, zegt hij ook dat wij moeten geboren worden uit water en geest. Daar brengt hij die twee dingen ook samen. Daar zie je die twee dingen ook weer samen. En dan zal Jezus daarbij ook deze beelden ook van Jesaja, maar ook van Ezechiël, hebben bedoeld en daarop hebben gewezen. Iets wat Nicodemus natuurlijk heel goed zou moeten kennen. Dat is een beeld ook van reiniging en van vernieuwing, van nieuw leven. Dat water wat gegeven gaat worden, dat gaat nieuw leven geven. Dan ontstaat er iets wat er daarvoor helemaal niet was. En dat is de belofte van vergeving, van zonde en de belofte van de Heilige Geest. Dat gaat God geven door zijn geest. Gaat hij werkelijk geestelijk nieuw leven geven van waar mensen die letterlijk dood waren in zonde en misdaden, zoals Paulus dat zegt. Dan mag ook de apostel Petrus op de Pinksterdag dat ook aangeven. Dat als er werkelijke verandering en nieuw geestelijk leven ontstaat, als mensen zich gaan bekeren, dan mag hij beloven dat er vergeving van zonde is en dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen. Dat zijn eigenlijk ook die beelden van water en geest. Het water wat reinigt van alle zonde. Maar ook de belofte van de Heilige Geest. Er wordt iets weggenomen en er wordt iets nieuws voor in de plaats gegeven. En dat gaat vrucht dragen. En voor wie belooft God dat dan? Hij belooft dat voor nageslacht, voor nakomelingen. Dit gedeelte gaat ook inderdaad, ziet vooruit natuurlijk, zoals ik al zei, ook naar de ballingschap. Maar het ziet natuurlijk in feite nog veel verder vooruit. Naar de toekomst. Dat God gaat in de toekomst deze nieuwe dingen doen. Voor het nageslacht. En hij heeft dat gedaan. Want er is inderdaad een einde gekomen aan de ballingschap. Het volk is teruggekeerd.
En ook daarna, dan zie je weer dat het volk weer in het land mag wonen. De tempel wordt herbouwd. En dan wordt ook de godsdienst van Israël weer hersteld. Maar dan is daar ook de geest van God voor nodig. Want ook is dat hele proces, en daar kun je ook over lezen in alle bijbelboeken, in een aantal bijbelboeken natuurlijk, hè, Ezra en dan veel later weer ook Nehemia. En ook in de profeten, bijvoorbeeld Zacharia. En dan zien we dat dat ook niet vanzelf ging. Daar is de geest van God voor nodig. En dan zegt Zacharia dat op een gegeven moment ook. Hij zegt, niet door kracht en niet door geweld zullen deze dingen gebeuren. Maar door mijn geest. Daar is de geest van God voor nodig. En dan zie je ook, als we dan de stap maken naar uiteindelijk het Nieuwe Testament. Hè, naar de komst van de Messias, de komst van de Heer Jezus. En wat hij dan volbracht heeft door zijn lijden en sterven en opstanding. Dan zegt hij tegen zijn discipelen ook opnieuw, hij zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn. Hè, vanaf Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan het einde van de wereld. En hoe kan dat dan gebeuren? Wat is daarvoor nodig? Dan is daarvoor nodig dat zij de Heilige Geest ontvangen. Hij zegt dan ook, blijf in Jeruzalem totdat jullie de kracht van de Heilige Geest ontvangen zullen hebben. Dat is wat ze nodig hebben. Daar kunnen ze niet zonder. En dat belooft God. En dat heeft God gedaan op de Pinksterdag. 10 dagen na de hemelvaart van Jezus is dat unieke gebeuren heeft plaatsgevonden. Dat God zijn Heilige Geest op een machtige manier heeft gegeven. En dan ontstaat er vrucht. 3000 mensen komen tot geloof op de eerste Pinksterdag. En later nog veel meer. En zo kun je zien dat, hoewel Pinksteren in die zin uniek was, het was de eerste keer hè, dat God zo de Heilige Geest gaf op zo'n schaal. En toen ontstond ook de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar dat is ook nog doorgegaan in de geschiedenis. En dat er ook allerlei momenten aan te wijzen zijn waarop God zijn geest op een krachtige, op een bijzonder krachtige manier laat werken. In de geschiedenis van reformaties die hebben plaatsgevonden. In de geschiedenis van opwekkingen. En dat belooft God. Hij zegt, ik kan dat doen, ik zal dat doen. Op jullie nageslacht. En dat is een krachtige belofte die God ook nu geeft, ook voor ons. Want dat betekent dat als God dat in het verleden zo heeft kunnen doen, ook al lijkt het dan nu voor ons totaal onmogelijk, dan kan God dat ook nu opnieuw doen. God kan opnieuw, ook in ons land, en ook hier, in deze regio, kan God weer opnieuw een opwekking geven, dat mensen werkelijk gaan vragen naar God, dat er vrucht gaat ontstaan, dat mensen zich tot God gaan keren en hem gaan zoeken. Ook al lijkt dat voor ons totaal wellicht onmogelijk, dat je zegt, hoe kan dit, hoe kan deze wereld nog veranderen? Maar God kan machtige dingen doen, en dat geeft hoop, en dat geeft bemoediging. En er is alle reden, geeft dat ook tot gebed voor ons. Om de vervulling van deze belofte. He, zoals ze ook in Handelingen 1 bij elkaar waren. Die 120 mensen. Die vurig baden om de komst van de Heilige Geest. Want de belofte van God die maakt mensen nooit passief. Maar die maakt dat mensen in gebed gaan. Denk ook maar aan op een gegeven moment, als we het over de ballingschap hebben, aan Daniël, de profeet. Die op een gegeven moment ontdekt van dat God gezegd had dat die ballingschap 70 jaar zou duren. En dan kijkt hij eigenlijk op de kalender en zegt hij van het is bijna voorbij. En hij gaat tot God. En het leidt hem juist tot gebed. Hij gaat niet zeggen, rustig achterover zitten en zeggen van nu, gelukkig, hè, de tijd is bijna voorbij. Die 70 jaar is bijna om. En nou kan ik op mijn lauweren gaan rusten en nu kan ik gaan kijken wat er gaat gebeuren. Nee, het leidt hem tot een van de meest indringende gebeden die we in de Bijbel vinden. Waar Daniël zijn zonde gaat belijden en de zonde van het volk. En zegt ook, dit hadden we verdiend. Maar hij mag uitzien naar wat God weer gaat geven. En hij gaat erom vragen dat God dat gaat geven. En geldt dat ook voor ons? Als wij ook deze woorden hier in de Bijbel lezen, hè, en dus ook in het Nieuwe Testament. Waar leidt dat ons toe? Voor ons, voor onze kinderen, voor onze gemeente, voor de wereld om ons heen. Leidt ook ons dat tot gebed. En dan zegt de Heer Jezus het zelf uiteindelijk ook in Lucas 11. Hij zegt, jullie weten je kinderen allerlei goede gaven te geven. Dat kan.
En dat is voor velen van jullie is dat natuurlijk en logisch. Maar zou God dan ook zijn Heilige Geest niet geven aan degene die hem daarom bidden? God staat eigenlijk klaar om zijn Heilige Geest te geven. Voor ons allemaal. En voor ons nageslacht. Dat is de belofte die God wil geven. En dat is de belofte ook die God vervult. Dat gaan we zien. Wat zal het resultaat zijn? En dat zien we uiteindelijk in het vierde en het vijfde vers. Ze zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen, ik ben van de Heere, en een ander zal zich noemen met de naam Jacob. Weer een ander zal met zijn hand schrijven van de Heere, en de ere naam Israël aannemen. Opnieuw gebruik Jesaja een beeld. Ja, het beeld van nieuw leven, nieuwe plantengroei, nieuwe bomen die opkomen tussen het gras. Of wilgen aan waterstromen. Nou, die kennen we misschien hier in deze buurt niet zoveel, maar ik woon in Barendrecht. En vlak bij de Oude Maas heb je allemaal van die wilgen langs de rivier staan. En die staan soms gewoon helemaal in het water. En die ontstaan en je snapt niet hoe ze daar kunnen groeien. Maar het gebeurt. En zoiets dergelijks, misschien dat het in de tijd van Jesaja ook wel iets anders was, maar zoiets dergelijks wijst hij hierop. Er ontstaat nieuw leven. En soms zie je dat inderdaad gebeuren in onmogelijke situaties. Vorig jaar waren wij op het eiland La Palma, een van de Canarische eilanden, op vakantie. En daar heb je nogal wat plekken met heel veel vulkanische grond. En die lijkt dan eigenlijk, dat is eigenlijk min of meer gewoon as, wat daar neergekomen is. En het lijkt alsof daar heel weinig groeit. En dan zie je toch op allerlei plaatsen, heel fascinerend, zie je dan, denk je, hoe kan het daar groeien? En dan zie je daar een plantje opkomen. Of zelfs toch ook bomen die daar weer gaan groeien. Dan gaat daar weer wat groeien. En zo kun je dat op andere plaatsen in de wereld ook zien. En denk ook maar nu, we leven in het voorjaar, hoe je ziet dat een boom, ik vind het ieder jaar weer opnieuw fascinerend om te zien. Dat een bepaalde struik in onze tuin, die doet eigenlijk heel weinig. Die komt pas heel laat weer tot leven. En dan denk je wel eens, nou dit jaar, nee, nu wordt het niks meer. En dan toch weer, ja hoor, in één keer. Soms zelfs in een paar dagen, dan ontstaat er een heleboel groen. Dat is waar Jesaja hierop wijst. En dat gebruikt hij als een beeld om te laten zien dat als de geest van God komt, ontstaat er werkelijk leven waar het niet mogelijk was, waar je het niet zou verwachten. En dan, ja, de taal die Jesaja gebruikt, die suggereert een beetje van, ja, net als met die planten in die woestijn, die komen in één keer op, zomaar, hier, daar, overal, waar je het niet verwacht, links, rechts, voor je, achter je, dat gebeurt zomaar. Ze springen zomaar op, zou je kunnen zeggen. En dat gebeurt eigenlijk ook met, in geestelijk opzicht. Mensen komen tot bekering en geloof, als de geest van God gaat werken, op plaatsen waar je het niet verwacht. En mensen komen tot geloof van wie je het niet zou verwachten. Bij wijze van spreken hier en daar en overal om je heen. Dat kan gewoon gebeuren. Mensen van wie je het niet meer zou verwachten. Dat je denkt, hoe kan dat? Maar het gebeurt. Zij komen tot God weer. Of soms weer terug tot God. Na een lange periode. Dat mensen God terug hebben toegekeerd. Dan in één keer zie je weer dat ze weer terugkomen. We hebben daar... Ook, ik heb daar recent ook weer voorbeelden van gezien, hoe dat gebeurt. Dan denk je wel, hoe kan dat? Waar je het helemaal niet meer zou verwachten. En dat is de belofte die God geeft. En dat geldt voor de kinderen van Israël. Maar dat geldt uiteindelijk, breidt zich dat uit tot alle mensen. Dat is wat er op de Pinksterdag gebeurde. En als je dan verder leest in het boek Handelingen, dan gaat God dat geven. Allerlei mensen komen tot geloof. Je zou kunnen zeggen van, het is wonderlijk. Want in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, waren er uiteindelijk niet zo heel veel mensen meer die hem nog volgden. Maar dan als God zijn geest uitzendt, als Jezus zelf ook de geest uitzendt, dan ontstaan er mensen die tot geloof komen. Dat gaat dan verder, ook op plaatsen waar je het niet verwacht. En dat geldt dan ook voor de heidenen. Want dat zie je dan in het boek Handelingen. De gemeente vindt dat eigenlijk heel verrassend. Die kan dat eigenlijk niet geloven. En dat God dan ook de heidenen gaat aanspreken en tot bekering gaat brengen. Naar aanleiding ook bijvoorbeeld van de bekering van Cornelius. Dan is er een grote vergadering in Jeruzalem van kan dit nou wel? Ja, dat kan. Ook dat is, kun je zeggen, een vervulling van de belofte.
van Jesaja. Dat ook dan op plaatsen waar je het niet zou verwachten, mensen tot geloof gaan komen. Nou, als dat kan, dan kan het ook voor mensen zelfs uit de heidenen. Of ook mensen uit de Samaritanen. Voor alle soorten van mensen. Dan mag Paulus ook zeggen dat uiteindelijk dan is je afkomst doet er niet meer toe. Dan mag Paulus zeggen, iedereen die in Christus is, is een nieuwe schepping. Is nieuw leven. Dat God gegeven heeft door zijn geest. Nou, als dat nou voor ons kan, en dan kan het ook voor onze kinderen. En dan kan het ook voor andere mensen van wie wij denken dat het onmogelijk is. En dan mag ons dat werkelijk ook tot gebed leiden. En God zal dat gebed verhoren. En wat gebeurt er dan? Wat gaat er dan gebeuren? Dat lezen we in vers 5. Dan gaan mensen zich inderdaad identificeren met God. Ze gaan, zoals Jesaja dat hier zegt, zeggen van, ik ben van de Heere. Zij gaan ervan getuigen dat ze bij God horen. Bij de God van Israël. Ze zullen zich noemen met de naam van Jacob. En een ander zal schrijven met zijn hand van de Heere. En de erenaam Israël aannemen. Zo zegt Jesaja dat. Mensen die willen bij de Heere horen en gaan de naam van de God van Israël dragen. De Heere, de God van het verbond wat hij gegeven heeft. Maar Jacob en Israël, de woorden die hier allebei gebruikt worden, die ook die enorme verandering laten zien van Jacob, hoe hij ook natuurlijk zelf iemand was die in feite ook vaak langs leugen en bedrog zijn doel probeerde te bereiken. Maar hij wordt Israël, hij wordt vernield. En dat geeft Jesaja ook op deze manier aan. En dat is precies wat we ook in deze tijd nodig hebben. Want als we denken aan mensen, aan de wereld om ons heen ook, en soms aan onszelf natuurlijk, dan gaat het zo vaak om van wie zijn wij nou eigenlijk? Wat is nou werkelijk onze identiteit? En de wereld om ons heen, de filosofie die gangbaar is, die roept eigenlijk, ja, wij moeten onszelf verwerkelijken. Wij moeten tot ontdekking komen van onze eigen identiteit. Hè, tot zelfverwerkelijking. Wat zijn nou je gave talenten? Wie ben je nou werkelijk? Dat moet je worden. En dat moet je ook in jezelf zoeken. En je mag ook jezelf vinden. Je mag zijn wie je zelf bent. En daarbij wordt niet dan de vraag gesteld, ja, maar is dat ook wie God wil dat je wil worden? He, als het erom gaat van, je mag zijn wie je bent, maar wie ben je? Wie ben je zonder God? Dan ben je zonder God en zonder hoop. Is dat dan wat je wil wezen? Wij zijn van nature, zoals de Bijbel het zegt, wij zijn mensen die God niet zoeken. Wij zijn tot zonde geneigd. Is dat dan wat we nog verder moeten gaan verwerkelijken? Dat we daarin tot zelfverwerkelijking moeten komen? Je kunt zeggen, de ultieme vorm van zelfverwerkelijking geeft juist aanleiding, als dat gebeurt zonder God, tot alleen maar meer kwaad en ellende en zonde in deze wereld. Maar de enige manier waarop wij werkelijk tot verandering kunnen komen en werkelijk een identiteit kunnen krijgen en ontvangen, die werkelijk tot zegen is, tot werkelijk geluk, tot redding, tot behoud, tot zaligheid, zoals de Bijbel dat noemt, is natuurlijk als we onze identiteit vinden in Christus. Als we inderdaad, zoals Jesaja dat hier zegt, zeggen van ik ben van de Heere. En kunnen wij dat opschrijven? Zouden wij daar ook van kunnen getuigen? Want zo komen wij tot onze bestemming. Door het evangelie van de Heer Jezus Christus, die God gegeven heeft. Dan krijgen we nieuwe identiteit. Hè, zoals het Nieuwe Testament dat dan zegt van, dan worden wij aangenomen tot kinderen van God. En de geest van God, diezelfde geest waar we het over hebben hier, die zal ons helpen te zeggen, Abba, Vader, dan mogen wij kinderen van God zijn. En we zijn het eigendom van Christus. Want we zijn gekocht en betaald met zijn bloed. Dan zijn we niet meer van onszelf, maar dan zijn we van Christus. Maar daarin ligt onze werkelijke identiteit. En komen we tot onze werkelijke bestemming. En de vraag is dus eigenlijk, die deze tekst aan mij en aan ons allen stelt, is in feite van, bij wie horen wij werkelijk? Zijn wij, kunnen wij dat ook inderdaad zeggen? Wij noemen ons dat wij van de Heere zijn.
Wij schrijven het zelfs op. Kunnen wij het opschrijven? Schrijft u dat wel eens op, als u een brief schrijft? Van, wauw, ik ben van de Heere. Dat je dat met mensen mag delen. Kan dat? Geldt dat voor ons? En dat is de belofte die God geeft ook in deze tekst, dat hij dat wil geven voor ons en voor ons nageslacht. En zo mogen wij leven. Ja, dan kan Paulus ook zeggen van, ik leef eigenlijk niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat ik nu leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Want Paulus is het eigendom van Christus. En kunnen we daarvan getuigen? En dan mogen we daarvan getuigen ook. Het stukje wat ik gelezen heb vanaf vers 43 begon ook dat God oproept van getuig daar maar van. Kun je getuigen van mijn daden? En dat mag het volk uiteindelijk doen. En dat mogen wij doen. Getuigen van Gods grote daden. Dat betekent gewoon dat wij worden veranderd. De Geest geeft ons nieuw leven. Dat wordt, wij zijn dan getuigen. Dat gebeurt vanzelf. En dan mogen we dat doen. Het is ook een geweldig voorrecht als je eraan denkt dat God ons mensen wil gebruiken om getuigen te zijn van zijn Zoon, van wat hij gedaan heeft door Jezus Christus. Wat een voorrecht is dat wij dat mogen doen. Van alles wat hij in ons leven gegeven heeft door zijn Geest. En laten we daarom ook die in gebed gaan, voortdurend, voor onszelf en voor onze kinderen, voor onze gemeente, voor ons land, voor deze wereld. Dat God met zijn Geest op een machtige manier zal werken, tot eer van zijn naam en tot zegen van ons. Amen.